Ik ben Marlies Minte, 24 jaar en gepassioneerd door honden. Ik heb verpleegkunde en criminologie gestudeerd, maar al van kleins af aan wist ik dat ik later iets met honden wou gaan doen. Nu, zoveel jaar later en mede dankzij Vocatio, is het tijd om eindelijk mijn droom waar te maken met Belgian Prison Dogs. Belgian Prison Dogs is ontstaan vanuit mijn grote liefde voor honden en mensen. Te veel honden belanden onterecht in de Belgische asielen doordat ze niet de juiste structuur en opvoeding hebben gekregen. Daarnaast blijken ook onze Belgische gevangenissen overvol te zitten. Zonder nuttige daginvulling heeft opzetting geen zin. Ik ging bij gevolg op zoek naar een oplossing voor deze uitdaging. Zo groeide de idee om moeilijk plaatsbare asielhonden te verbinden met mensen die net zoals hen een lange tijd buiten de samenleving zijn geplaatst. Belgian Prison Dogs streeft naar een betere toekomst voor mens en dier. Het ambieert de resocialisatie van kwetsbare personen en asielhonden in onze maatschappij. Gedetineerden, psychiatrische patiënten en asielhonden moeten samenwerken om te resocialiseren en zo hun plek in onze maatschappij te hervinden.